Hey, leuk dat je kijkt. Ik ben Hanna de Vries. Dit is tutorial 2 over liedschrijven. Deze tutorial gaat over melodie en over structuur. En met structuur bedoel ik de opbouw van een lied. En een lied heeft verschillende onderdelen. Vaak heb je een coupletje, en dan een refreintje, en dan weer een coupletje. En dan weer een refreintje, en dan de bridge of de brug. Hè? Iets wat niet het couplet is en ook niet het refrein, maar wat wel erbij hoort. En dan weer sluit je vaak af met het refrein. Nou, daar zijn natuurlijk heel veel variaties in mogelijk. En er wordt ook heel veel creatief mee omgegaan door allerlei artiesten. Maar als je bij het begin begint en je bent nog niet zo ervaren met liedschrijven, is dat misschien waar je kunt beginnen. Een coupletje, een refreintje, nog een coupletje, een refreintje, een bridge. Eventueel, hoeft ook niet eens. En nog een keer het refreintje. Kun je daarmee beginnen? Heb je een goede basis om vanuit te gaan werken? En vaak bestaat zo'n coupletje en een refreintje dan bijvoorbeeld uit 4 regels. En als je dan 4 regels hebt, bijvoorbeeld, is het ook heel belangrijk om de melodie duidelijk te krijgen. De melodie moet niet alle kanten op gaan, moet een beetje op elkaar lijken. Vaak zie je dat de eerste en de derde regel hetzelfde zijn en de tweede en de vierde regel ook weer. Zowel in het couplet als het refrein, bijvoorbeeld. Waarin ook heel erg belangrijk is dat het metrum ook klopt. En wat bedoel ik met metrum? Metrum is het ritme in de melodie. Dus dat elke eerste en derde zin bijvoorbeeld hetzelfde aantal lettergrepen heeft. En de tweede en de vierde ook weer. Dat goed klopt. Dat je het gevoel hebt, hey, er komt een soort flow in. Ook een soort stukje herkenning wat je dan hebt. Anders gaat het alle kanten op en dan wordt het onduidelijker van. En dan wordt je lied gewoon minder krachtig en minder sterk van. En wat je ook met de melodie vaak hebt, is dat in het coupletje vaak wat lager is. En in het refrein iets hoger. Het refreintje moet eigenlijk je beste stukje zijn, je beste melodie. Dat is het stukje van het lied wat de mensen het liefst willen zingen. Dus zet hem op, succes en ik zie je in de volgende tutorial.